Hallo iedereen en uh, welkom in een nieuwe video. Uh, ik moet zeggen, deze video is een uh, lastige en een moeilijke bevalling, uh, want ik ben al vier keer opnieuw begonnen met opnemen en telkens werd ik onderbroken. Of waren er technische problemen, dus obstakels uh, op allerlei manieren. En uh, ik weet niet of dat het is omwille van de inhoud van de video waar ik het met jullie wil over hebben, of het gewoon collectieve energieën zijn of gewoon. Whatever. Het maakt niet uit. Uiteindelijk is het belangrijkste dat ik hoop dat het nu deze keer wel lukt. Dus vandaag wil ik het met jou hebben over hoe dat, uh, het verleden jou eigenlijk onbewust kan blokkeren. Um, want dat werd gisteren eigenlijk me nogmaals heel duidelijk toen ik mijn benen aan het scheren was. En het werd me heel duidelijk hoe dat oude benen letterlijk als een herinnering opgeslagen zijn in jouw lichaam, dus in jouw cellen. Ik ga je. Uh, Even meenemen wat er eigenlijk gebeurd is, of hoe ik eigenlijk tot dat inzicht gekomen was, uh, of hoe dat mijn gidsen mij daartoe aangebracht hebben. Het was zo dat ik mijn been aan het scheren was en ik ging over een bepaalde plek terug van mijn enkel. En ik voelde plots pijn, net alsof ik me ernstig gesneden had. Maar toen ik aan het kijken was, zag, 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 zag ik eigenlijk niks. Was er niets van een wonde, was eigenlijk gewoon alles normaal. Alleen was er wel, de herinnering aan een ervaring vele jaren terug, waarbij ik me inderdaad net op die plek heel hard had gesneden uh, tijdens het scheren ook. En toen ik me hiervan bewust werd, bedacht ik hoe dat eigenlijk ook werkt, hoe dat eigenlijk het voorbeeld weer gegeven werd nu in mijn realiteit, zodat ik het ook kan gebruiken als een voorbeeld voor jullie, hoe dat het werkt met um, onbewuste herinneringen. Aan onze ervaring, maar ook aan onze uh, ervaring van onze ouders en onze voorouders. Die ervoor zorgen dat we eigenlijk bang zijn. Bang om dingen anders te gaan doen. Uh, dat we overtuiging hebben waarbij dat we um, dan eigenlijk weer gaan, gaan denken van ja, het zal toch maar weer hetzelfde zijn. Pijn uitvoerige relaties bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat we niet nog eens durven te springen. Omdat uh, we denken en er eigenlijk een beetje van uitgaan van ja, het zal toch wel weer hetzelfde zijn. Terwijl het enkel maar een geest is uit het verleden, die je dus eigenlijk heel gemakkelijk kan gaan neutraliseren en gaan transformeren. Net door niet meer voor die gedachten te gaan kiezen en dus anders te gaan denken. Zodanig dat we eigenlijk allemaal een ander leven voor onszelf kunnen gaan creëren. Want je verleden, dat heb je al geleerd. Dat hoef je niet nogmaals weer te gaan ervaren. Dus waarom zou je dan uh, diezelfde gedachten aanhouden? Want het is een zekerheid. En dat is hoe dat de universele wetten werken. Wanneer je bewust wordt over je gedachten. En dus over wat je gelooft, dan is, ligt daar je kracht om dat te gaan veranderen. Want dat is wat je zal zien gebeuren. En het maakt niet uit of dat positief of negatief is. Hetgeen waar je denkt, en nog meer hetgeen waar je echt gelooft als jouw waarheid, dat, dat is hetgeen wat je gaat gaan manifesteren. En je hebt het misschien wel, al, uh, wel eens gehoord dat mensen zeggen van uh, pas goed op jezelf of zorg goed voor jezelf, want je bent niet zeker dat je morgen er nog bent. En uiteindelijk weten we het allemaal wel, en toch leven we elke dag nog volgens gedacht van ja morgen gaat het beter zijn. Of als we dit of dat hebben zal ik gelukkig zijn. Uiterlijke omstandigheden doen ons eigenlijk besluiten om nog te wachten. Um, of om uh, dat je bijvoorbeeld de lotto hebt gewonnen, uh, zodanig dat uh, je dan weet dat je dan gelukkig gaat gaan zijn. We, Wachten eigenlijk totdat we een bepaald resultaat hebben bereikt. Daardoor gaan we nog meer en meer en meer en harder en harder gaan werken. Omdat we denken dat dit ons gelukkiger gaat maken. Maar het is niet wanneer je de lotto gewonnen hebt, dat je problemen opgelost zullen zijn en dat je dan pas gelukkig zal zijn. Dat zijn eigenlijk oude overtuigingen die je nog steeds de kracht geeft om je van je pad te duwen. Want je zal nooit de lotto winnen als je niet eerst het gevoel en die vibratie van gelukkig zijn ervaren, dat je hebt, dat dat vasthoudt. en eigenlijk het merendeel van je leven, dus doorheen, laten we zeggen 90% van je dag, de, vanuit die vibratie kan je leven gaan leven en vanuit dat gelukkig zijn kan doorheen je dag uh, gaan. En het grootste probleem of het grootste les of het, het stuk waar we eigenlijk al bewust van zijn, is dat we leven zoals dat we het gewoon zijn. En nog veel te veel mensen blijven hun leven vormgeven Zoals dat er ons werd verteld dat het leven hoort te zijn. Of hoe dat we gezien hebben dat onze ouders het gedaan hebben. Of, um, vrienden of familie of wat dan ook. Alleen net dat stukje zorgt ervoor dat je ook jezelf voortdurend vastzet. En dat je blijft manifesteren vanuit schaarste en tekort. Maar dan blijf je ook met schaarste en tekort manifesteren en aantrekken in je leven. Terwijl net dat hetgeen is waar je wilt uitstappen. Maar het punt is, Jij bent de enige persoon die de macht geeft om dat te veranderen en niemand anders. Dus het is belangrijk om bewust te worden van die gedachten uh, en verstandige, wijze keuzes te maken en eigenlijk elke dag door te brengen alsof dat het laatste kan zijn. Uh, want zoals jij elke morgen weer met een frisse lei een wit-blanco blad kan beginnen en zelf je dag gaan vormgeven en vanuit het, de keuze van oké, okay, ik wil hem vandaag goed voelen, ook dat kan je eigenlijk elke dag je eigenlijk de rest van je leven maar per dag gaan leven. Zonder de bank te zijn natuurlijk dat inderdaad vandaag je laatste dag kan zijn. En dat is ook een reden waarom we dat niet weten. Omdat we anders constant zouden gefocust zijn, omdat je andere keuzes zou maken. Uh, maar leef je leven niet vanuit angst, want dan geef je je kracht weer weg aan angsten. Vertrouw dat elk obstakel dat er is, dat die er is voor je hoogste goed. Dat die er zijn om te nog, je verder nog lessen te komen leven. Maar geef je kracht niet weg aan uiterlijke omstandigheden en angsten. In die zin dat uh, laat het bedrag op je bankrekening niet bepalen hoe dat jij je moet gaan voelen. Je bent zoveel meer en verdient ook zoveel meer. En dat zijn allemaal stukken die ik jou ook leer tijdens uh, het 9-weken mentorship-traject. Uh, en dat traject heet zelfrealisatie vanuit je hart, gedrag en bewustzijn. Net omdat je leert hoe dat jouw leven kan gaan vormgeven vanuit je hart in verbinding met je ziel. Net omdat je leert hoe krachtig dat die gedachten zijn. Net hoe dat je leert um, hoe je via je eigen vibratie, via je eigen energie, kan gaan manifesteren. Kan zaken transformeren, kan zaken gaan aantrekken. En... Um, Net omwille van de kracht van het traject en net omwille van het feit dat uh, persoonlijke groei, spirituele ontwikkeling heel individueel is, is het traject zo opgezet dat je elk moment kan instappen en mee kan stromen op de energie van de groep. Want we gaan uiteindelijk allemaal doorheen dezelfde obstakels en onzekerheden wanneer we wakker aan het worden zijn, wanneer we bewuster aan het worden zijn. En doorheen het volgen van deze groep, dat zou je ook merken, dat wat je ervaart, en waar je wellicht misschien zelfs s'nachts van wakker over ligt, dat dat iets is waar we allemaal op een punt doorheen ons leven, doorheen ons proces mee geconfronteerd geweest zijn. En dus door voor jezelf te kiezen, dan krijg je ook mensen om je heen die weten waar dat je het over hebt. En dan ga je ook merken en horen van die andere mensen dat het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk is als wat je nu denkt. Zelf ben ik natuurlijk ook aanwezig in die groep en geef ook tips en tools, uh, zodanig dat je op een zo comfortabel mogelijke manier controle terug kan nemen over je groei en over je proces. Uh, want dat is vaak het lastigste wanneer je wakker wordt en eigenlijk niet goed weet wat er aan de hand is. Dat je eigenlijk voelt het fundament onder je voeten wegglijden en dat je eigenlijk niet weet of er wel iemand is die jou zal vangen. En daarom leer ik ook door je ook doorheen het Rijk te begrijpen wat er eigenlijk echt aan de hand is. Want kennis geeft je kracht. Um, en doorheen het traject versterk je jouw zelfvertrouwen, zodat je nog krachtiger in het leven gaat gaan staan. Je trekt meer kansen aan, je durft te springen, ook al weet je zelfs nog niet waar het jou heen brengt. En eigenlijk is dat nog niet alles, want doordat je aan jouw energie werkt, doorheen dat traject, door heel de verschillende transmissies en de, de healingen en de, um, um, de, 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 de oefeningen die er zijn, zuiver je jouw eigen energie nog verder uit, waardoor dat je magnetischer wordt voor je wens, waardoor hij nog aantrekkelijker wordt, want je wordt eigenlijk meer de belichaming nog van liefde, van licht. En, uh, en via de transmissies met de universele vlammen en de oefeningen met de vlammen, dan zet je ook een krachtige intentie neer. Een intentie waarbij je laat weten aan, aan het universum van dat je klaar bent om baas te worden over je leven, zodanig dat je alles gaat gaan ontvangen wat je hart verlangt. En dat bedoel ik ook echt alles. Want we leven nu eenmaal in een oneindige wereld, waar de alles mogelijk is. En het is maar enkel in onze mind en onze gedachten, dat die beperkingen er zijn. Waarom? Omdat we het nooit niet gezien hebben, dus denken we dat niet kan. Maar dat klopt niet. En dus dat en zoveel andere dingen leer ik jou in het talent, uh, in, het talent in het traject, en ook jou als talenten ontdekken. Dat doen we natuurlijk ook in, uh, in het traject. En. Um, mijn gidsen hebben er zodanig op aangestuurd om die dingen, die boodschappen te channelen, die wijsheid, die kennis mee te geven die voor iedereen van toepassing is. Waar dat eigenlijk um, iedereen doorheen gaat, en dat zijn die initiaties dat we doorheen uh, de verschillende fasen, dus de zeven fasen in het ascensieproces, heen gaan. Nu, um, ik kijk er alvast naar uit om jou ook te mogen ontmoeten en te mogen ondersteunen via die groep. Um, dus ik zou zeggen, spring nu. Uh, gebruik de kracht van de groep. Gebruik de kracht die er nu ook collectief gewoon is. Om nog meer in je leven uh, te laten stromen. Uh, of het nu is in vlak van relaties, op vlak van je werk, op vlak van gewoon beter voelen. Maakt niet uit wat dat is wat je eigenlijk wenst. Maar uh, gebruik... De kennis, de know-how, al de zaken dat ik geleerd heb, de zaken dat ik ontdekt heb, dus de, de informatie dat ik gechanneld heb, dat is er allemaal voor jou beschikbaar. De universele vlammen zijn er voor jou beschikbaar. En door geen traject leer je wat dat ze zijn natuurlijk, maar ook hoe dat je ermee kan gaan werken op een hele concrete manier, door je dagelijks leven. Zodanig dat uh, zelfs in de file staan, of zelfs uh, een, een, een heel stom obstakel waarvan je misschien denkt dat het niet kan helpen, maar ook daar uh, zeker aan vast kan gaan helpen. Dus ik zou zeggen, uh, neem nu de kans om uh, in te stappen als je voelt dat je klaar bent om echt, uh, of dat je gewoon genoeg hebt van al die struggles, al die trauma's, al die drama's omheen, dat je uh, mee, wilt nemen, mee wilt gaan en die horen nieuwe energieën. Uh, en dan vind ik het fantastisch om je daar te mogen ontmoeten samen met zoveel andere uh, mooie zielen die nu op dit moment doorheen het traject aan het lopen zijn. Zo. So. Voor nu wens ik je onnijdig veel liefde en licht en ik ga kijken of de video deze keer nu al gelukt is. Bye!